Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag een nieuwe Minecraft Survival Season 2 aflevering. Holy fucking shit, dat is echt lang geleden. We staan hier voor mijn spider farm. Nu goed, zoals ik al zei, dit is al eventjes geleden. Hoe komt het? Het zijn examens. Ik heb geprobeerd, maar ik heb het echt zo belachelijk druk. Het is echt niet normaal. Maar hier zijn we. Ik heb ondertussen niet stilgezeten. Ik heb wel wat gedaan in mijn base. En zoals de meesten weten, had ik een spider spawner onder mijn base. En ja, hij werkt wel. Ja, hij werkt wel redelijk goed. Want we gaan binnenkort nog een tweede shop bijbouwen. Dus hier ja, heb ik ook een heel gat naar beneden gebouwd. Ja, gegraven. En hier wil ik eigenlijk een bamboe farm maken. Dus dat is fucking nice. Dus hier was ik ook al bezig met een huisje. Dit heb ik allemaal in de livestream gedaan. Ik zal zo het huisje in mijn privéwereld laten zien. En dat ga ik proberen afmaken in deze aflevering. En dan gaan we een extra huisje proberen bouwen. Maar ik weet nog niet precies waar. Ik denk dat ik het gewoon hier ga doen. Ja, oké. Okay, ja. Een beetje vaag, maar dat maakt niet uit. Ik ben een beetje vaag. Ik ben gewoon blij dat ik even van het leren gewoon even kan weggaan. En dan kom ik even terug rustig kan Minecraften. Maar deze woensdag is mijn laatste examen. Voor deze periode toch? In augustus mag ik al terugkomen. Dat weet ik al voor een paar vakken van de eerste semester. Maar tot hiertoe ging het al vrij goed. En het is sowieso wel beter dan mijn examens in de eerste periode. Ja, hier zijn allemaal creeperholes en mensen fixen die niet. Dus ik ga die ook eens een keertje fixen. Maar ik weet niet of er iets is veranderd in de tijd dat ik ben weg geweest. Hier is wel een kleurrijke winkel. Oké. Maar hier, dit is een concrete shop. Oké. Maar goed, we gaan kijken of mijn winkel nog iets heeft opgeleverd. Ik denk het eigenlijk niet. Ik zal verbaasd zijn mocht ik iets verkocht hebben. Ah ja, dit heb ik nog niet laten zien in een video. Vanaf nu is er ook een ondergronds winkelcentrum. Dus we hebben de Boner Shop. En dit zit er echt al een maand in. Mijn Aaron heeft dat nog altijd niet weggehaald. Dit is de Matshop. Dit is de Minecart Alliance tegen Stijn. Oh mijn god, zo stom. Oh, oké. Er is ook een wol bijgekomen in deze shop. Elke andere kleur 2 dia. Zwart 1 dia, wit 1 dia, grijs 1 dia. Oké, okay, nice. Laten we eens even hier naar beneden gaan. Hier had Paddy ook een nieuwe shop. En misschien dat wij er ook ooit wel eens een keer iets bij kunnen plaatsen. Maar goed, op het moment ben ik niet geïnteresseerd om hier een winkel te bouwen. Maar wat is dit? Diamond Sword, 15 dia per stuk. Oké, okay, ja, dit spreekt mij niet aan. Allee, toch niet die Diamond Sword. Maar goed, ik zit hier al 5 minuten mijn tijd te verspillen in dingen. We gaan eens kijken of dat ik natuurlijk iets heb opgebracht in mijn winkel hier. In de honingshop. Jawel. Jezus Christophe's bijenshop. Oké, we zullen eerst hier kijken. Nope. Ik heb ook een korting gedaan, maar het verkoopt niet. Oké, ja, ik heb absoluut niks verkocht. Maakt niet uit, maakt niet uit. Kan gebeuren. Het zijn zware tijden voor iedereen. Woe. Maar we gaan eens een keer terugvliegen. We gaan aan mijn huisje bouwen. En waar ik ook nog wel over praten is natuurlijk de motherfreaking Nether update. Oh yeah. Want de Nether update komt deze week 23 juni 2? I don't know. Ik denk 22 juni. De Nether update komt eraan. En dat wil zeggen dat we de server ook in 1.16 gaan zetten. Nu, dit gaat niet op dag van release kunnen, omdat dat de dag voor mijn laatste examen is. En ook nog maar alle datapacks geüpdate moeten worden, dus ja. Maar ik ga even naar mijn singleplayer wereld. Voilà. In wereldje test. Ik heb hier jeuk van achter. Dus ik heb dit huis gebouwd en dit leek mij wel iets hebben. Dus het is de bedoeling dat we dit nabouwen in de wereld. En dat we dan eventueel dit er nog bij kunnen bouwen. En joh, dat lijkt me een goed plan. Oké, okay, just we back. En we kunnen eraan beginnen. Nu, ik ontbreek eerst nog een deur. Dus laten we die er al even inzetten. Dat is verkeerd. Oké, okay, perfect. Goed, 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 goed. Ik ga hier nog heel veel invallen, maar ik ga eerst in mijn bedden kruipen, want het wordt weer... Allee, zeg. Het wordt weer nacht. Goed, maar ik zal ook even beschrijven of zo hoe mijn twee laatste examens in zijn werking zullen gaan. Als,
Als iemand zich daar geïnteresseerd in voelt, ja, waarschijnlijk niemand, maar het maakt niet uit. Dus ik heb nog twee examens, maandag en woensdag. Ik heb trouwens wel spruushoed halen. Ja, ik ben dat vergeten. En ik heb nog absoluut niks gedaan voor die examens. Dus dat is pretty fucking kut. En nu hoor ik heel veel mensen denken, maar ja, dude, zou je dat niet moeten leren? Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Maar, ontspanning is even belangrijk. En het was echt al, ik heb echt heel weinig slaap gehad deze week. Ja, het was even gewoon beter om mij te ontspannen. En zo ik er terug morgen kan invliegen. Want ik heb maandag, woensdag en vrijdag een examen gehad. En boy, dat was echt verschrikkelijk eigenlijk. Ik heb eigenlijk echt heel weinig slaap gehad afgelopen week. Ik ben ook echt gewoon moe van... ik slaap op zich goed, maar ik heb gewoon... Ik slaap gewoon weinig, snap je? Omdat ik altijd tot 1 uur in de nacht bezig ben. Want ja, wat bedoel je? 3, 6 studiepuntvakken in 1 week. En ik heb er elke keer maar 1,5 dag tussen. Dus ja, dat was niet zo fucking handig. Maar ja, kijk, c'est la vie, ik leef nog altijd. En dat is het belangrijkste, I guess. Is, hangt dat nu vast aan... fucking hell. Wacht even. Misschien kan ik, als ik deze twee pak... Zo. Aha, perfect. Boom. Ah, wacht, ik heb al 3 saplings erbij ineens. Voilà. Goed! We staan voor mijn huis. Ik vind het leuk om te roepen af en toe. Dat is een rare gewoonte van mij, maar ja. Als ik daar plezier in heb, waarom niet? Oké, deze gaat echt nergens over. Misschien had ik eerst mijn houtkist. Misschien had ik... Ja, ik had wel nog hout. Kutzooi. Goed. Dus we hebben als eerst sowieso al een hoop slabs nodig. Oké, hier komen we wel eventjes mee toe. Ja, deze is zo moeilijk om na te bouwen. Dus ik heb al gezegd, wanneer de Nether update uitkomt, dat is deze dinsdag. Ik ben er echt fucking hyped voor. Oh ja, toch, eigenlijk valt het wel goed mee. Maar ik ben echt zo danig harde studeerding, houding, dat ik zo een beetje dood ben van binnen of zo. Ik weet het niet. Ja, zo ziet deze er wel nog niet zo super chill uit. Maar dat komt nog wel. Voilà. Zo denk ik. Ja. Deze klopt. Nou ja, voor de rest, ik was ook nog van plan om een 12 uur livestream in Minecraft 1.16 te doen. Misschien wat geld ophalen voor het goede doel. I don't know wat ik er allemaal mee ga doen. Maar dat leek me wel iets leuk op te doen. Wow, waarom ook niet, hè? Veel mensen hadden wel gevraagd, want ik heb tegen een paar mensen wel gezegd van ja, kijk, ik ben wel van plan om terug een stream te doen of zo. En veel mensen waren al gelijk teleurgesteld dat het niet terug een 24 uur stream ging zijn. Maar ja, kijk... I am also just a human being. doe even normaal. Ik ga geen 24 uur streamen terug. Of toch niet alleen. Ik wil het op zich wel een keer doen. We gaan het waarschijnlijk ook gewoon nog een keer doen. Dan wil ik het wel niet alleen doen. Alhoewel, eigenlijk wil ik dat ook ooit wel een keer alleen doen. Dat lijkt me wel leuk. Oké, deze klopt. Denk ik. Zo. Voilà. Dit is trouwens mijn eigen design, mochten mensen zich dat afvragen. Ik ben geen ripper. Ik rip niet. Oké, ja, voilà. Dit lijkt wel een beetje op de voorkant als je het mij vraagt. Dus dan moeten we dat nu zien na te bouwen aan de achterkant. Ik heb alleen wel wat meer stairs nodig, dus die ga ik toch wel even maken. Even maken. Hello, hout. Aha. Ah, deze is wel sowieso een beetje genoeg, nee. Zie dat aan, jong. 20 stairs komen zeker mee toe. En dan hebben we hier ook weer een mooi huisje. En dit ziet er eigenlijk wel beter uit dan ik had gedacht. Ik weet ook echt niet of deze een goede video is, maar het is even lang geleden dat ik nog eens... Ik even mijn lamp aansteek, trouwens. Oké, wacht, hè. Dus dan doen we hier ook nog stairs tussen. En ja, misschien moet ik het niet een keer over mij hebben. Hoe gaat het met jullie? Oh mijn god, deze is zo geforceerd. Jezus Christus. Oké. Voilà. Want op zich, zonder jullie was ik niks. Maar dat is ook wel zo, dat meen ik wel een beetje. Voilà. Dus veel YouTubers zeggen dat wel, maar uiteindelijk is het ook wel een beetje zo. Oké, wacht, hè. Zo. Oh, kut, ja, een tyfrik eraf. Ja, dat is typisch. Wacht. Ik kan eerlijk zijn, ik heb echt absoluut niks gedaan aan deze episode.
tot hier toe. En dan zo. Het ding aan deze klopt. I'm not sure. Laat ik even mijn screenshot er terug bij halen. Ik denk het wel. Dan moet het ook nog twee keer zo. En voilà. Boom. Oké, ik denk aan deze klopt. Ik denk aan deze er wel al niet slecht uitziet als we hier een dakje opgooien. Zo eens kijken, hoe ziet het eruit vanaf hier? Mochten we zo hier binnenkomen in een village? Oeh yeah. Als ze zo wat coole design, mooie, ja, hoe moet het zeggen? Mooie decoratie rondzetten, kan dit wel iets worden. Hè? Had ik dat nodig? Ja. En grey. Ja, ja, die twee had ik nodig. Het wordt nacht, dus ik ga eerst eventjes slapen. Deze week komt er ook nog een heel speciale video aan. De 500 bedankt abonnees. En ondertussen ben ik ook al bezig met het bedenken van een 500 subspecial. Dus ik wil echt heel veel gaan doen rond mijn 500 abonnees. Omdat ja, ik weet niet, ik vind dat is echt een getal waar ik heel hard naar uitkeek. En ook wel een getal dat, ja, moet het zeggen. Dat ik gewoon nice vind, speciaal. En dat gaat niet snel nieuw gebeuren ofzo, Japans. Oh ja. De 500, mijn tweede kanaal ooit de 500 abonnees. Ah, ik denk het niet, maar you never know, I guess. Oké. Okay. Ah, deze is niet zo moeilijk. Voilà. Dan moet ik wel nog wat licht voorzien in het huisje. Straks. Voilà. Ah, ik heb een fout. Precies. Dat is wel minder. Maar ik zie wel al, denk ik, wat de fout is. Dus dat is een goed ding, I guess. Ja, heel deze constructie staat hier één blokje toog. Dus ik moet dit even allemaal terug weghalen. Nice. Voilà. Oké. Okay. Ik ben echt fucking geconcentreerd, Jezus Christus. Het is zo moeilijk om na te bouwen uit een screenshot. Ook al heb ik het zelf gebouwd, het is al even geleden. Dat is in de 500 abonnee viering op het einde had ik dit gedesigned. Dus daarmee het al redelijk ver weg zit. Door al die leerstof dat er is bijgekomen door de examens. Oké, deze klopt wel al. Heel zeker. Ja, fucking zeker. Let's go. Oké, laat ik nu hier ongeveer hetzelfde doen. Zo. Oké. Is dat de grey? Nee, dat is gewoon de brown. Voilà. Deze hoort hier niet. Nee. Zo. Oké, en dan is de bedoeling dat we een paar blokjes vervangen door deze. Voilà. Zodat er wat contrast is in de dingen. Ik weet niet of contrast het juiste woord hiervoor is, maar ik denk dat iedereen wel begrijpt wat ik bedoel. Dat je zo niet, dat zo niet te eentonig is. Oké. I see you. Ja, ik vind van wel. Ik vind het very cute. Oeps. Net toen had ik een grasje vermoord. Wacht even. Voilà. Oké. En dan doen we dat ook nog aan deze. Oh, fucking hell. Oké, typisch, maakt niet uit. Voilà, opgelost. Zo erg was het ook weer niet. Voilà. Voilà, dat is goed genoeg. Voilà. En dan, ik heb al heel veel voilà gezegd. Mijn excuses daarvoor. Dus de bedoeling is dat we sowieso al een lantern hier in het midden hangen. Want anders gaat dat hier fucking donker zijn. Voilà. En dan doen we hier ook nog één. En daar ook nog één. Voilà. Oké. Die zien dat we hier invallen. Dat zou een beetje gênant zijn. Maar op zich niet. Ja, boeien. Godverdomme, ik kan niet zien waar ik dat ding heb geplaatst. Oké, ik zie het ongeveer waar ik het heb geplaatst. De dinges. De
De... Oh, mijn god. Ik kan niet op de naam komen. De chain... Nee, niet de chains. De gevangenisdingetjes. Hoe noem je die dingen? Voilà. Oké. Okay. Dat is quite nice, hè? Voilà. Ja. Dat is mooi, toch? Oké. Okay. Doe even deze twee weg. Boom. Boom. Zo. En voilà. Oké. Nice. Boom. Vind ik het langs hier wel nice uitzien? Dat is de vraag, hè. Maar ja, ik weet niet. Is dit mis of is het niet mis? Ik weet het niet. Het past nog wel cute bij dit, vind ik. Als we zo aan meer huisjes plaatsen, gaat dat wel mooi zijn. Kan je er eens even over rondvliegen? Ja, het ziet er wel... Het past nog niet zo goed met de rest, maar dat is hopelijk iets... Hopelijk komt dat wel. Maar ik vind het huisje wel cute en we kunnen altijd alles aanpassen en zo. En dat is Minecraft snatten. Dan ga ik zo de episode afsluiten. Ik ga nu even naar mijn bijenfarms kijken. Jezus Christus, dat zijn er eigenlijk al nog veel. Dat ik hier allemaal heb gebouwd. Yo boys. Oeh. Ja, ik heb wel hondenbottels, maar ik verkoop toch niks. Dus. Noise. Ik ga de video afsluiten bij mijn bijen. Ik hoop dat jullie de video een beetje leuk vinden. Volgende video zal waarschijnlijk de laatste video zijn in 1.15. En dan ga ik deze video afsluiten. Dus vonden jullie deze video leuk? Was een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer gaan we verder in Minecraft Survival Season 2. En ik zeg ciao.